vader zei challenge opnemen. Ja. Ik heet Lucy en ik heet Quincy. Dan krijg je allemaal cadeautjes. En nog bij vader tijdens hoort. Als je een hartje hebt, dan heb je een punt of niet. De Valentijn is de dag van de liefde. Heel erg leuk. Toch, Lucy? Valentijn geef je leuke cadeautjes aan elkaar. Bijvoorbeeld een hartje dat je van elkaar houdt. Van wie je houdt, geef je cadeautjes aan. Bijvoorbeeld aan je vader en moeder of aan je vriendinnetjes. Als je iets met Valentijn doet maken, dan heb je één punt. En niet met Valentijn, dan heb je geen punt. Dan zijn we benieuwd. Nu beginnen we met ronde 1. Hallo. Oké. 3, 2, 1, go! Ik heb een punt, want ik heb een hartje en dat wordt mijn Valentijn. Maar ik heb deze. Dat is ook heel leuk. Ik heb een leuk hartje, dat hoort bij Valentijn, dus ik heb een punt. Ik heb een regenboog met een wolkje. Nou, hij kan ook vijven. Aan de ene kant is hij rood en aan de andere kant wordt hij zilver. Ik wil eigenlijk niet zoveel. Ik moet er gewoon weer neerzetten. Even wachten. Dit is ronde 2. En nu mag ik beslissen of ik ga houden of ruilen. Ik ga hem houden. Oh nee, cactus! Ik heb ook geen hartje. Dat hoort bij Valentijn's, Lissy. Deze wil ik echt houden. Ik ook houden. Dat hoort bij Valentijn. Dit is zo'n leuk kleintje en dat hoort niet bij Valentijn. Ik heb een punt en haar niet. Maar het staat nu 1-1. En dat vinden wij leuk, want misschien gaan we dan weer wel allebei winnen. Oh ja. Nee. Ach nee. Zie je? Net cactus. Oh. Zie je? Kun je? Nee, dit is piepschuim. Niet uitzitten, dit is piepschuim. Nee, dit is piepschuim. Ronde 3. Wil je houden of ruilen? Ronde. 3, 2, 1, go! Oh, dit wordt bij Valentijn! Chocolade! Ik heb een hartje, dat wordt bij Valentijn. Dus er staan nu 2-1 voor mij. En Lissy heeft lekker chocolaatjes. Dat is ook gewoon leuk, maar dat is nog van de kerst. Ik heb chocola en dit is van de kerst. En ik heb lekker hartjes. Staat er ook op. Dus, ik ga deze uitpakken. Ik ga roze. Ik ben benieuwd hoe deze smaakt. Ik heb er nog een nooit eentje geproefd. Ik ga deze proeven. Heel erg lekker. Heel erg lekker. Dit is helemaal fan van chocola. Ik ga nooit het klepje dicht doen. Ronde 4. 4. Lizzy mag kiezen of ze gaat houden of ruilen. Ruilen. Houden. Oké, 3, 2, 1, go! Ik wil eigenlijk roze. Maar dit is deels weer bij vader staan. Je hebt nog een punt. Er staan nu 2, 2. Nee. Gaat het heel veel bewegen al binnen. Dat is echt heel cool. Ja. En dit is een unicorn. En dat vind ik zo leuk. Ik had er ook eentje van de kerstman, maar die ben ik kwijt. Dit is echt net hetzelfde, maar dan is het geen unicorn en zo dit roze. Dan is het gewoon van de kerst helemaal. Snap jullie het? Ja. Ik vind het echt heel mooi. Ik vind deze. Ik zei het zo mooi. Het staat gewoon 2-2. Dat is niet verwacht. Nee. Dus ga ik hem nu... Ronde 5. Mag ik kiezen of ik ga houden of ruilen? Houden of ruilen? Ik ga ruilen.
3, 2, 1, go! Oh nee! Oh jee! Ik moest niet ruilen. Maar ik vind het wel mooi deze. Quinty, mag ik kijk, deze keer gaan? Zijn allemaal stickers en ik heb een hele grote. Maar Quinty, mag ik hem toch grote? Dit is heel mooi. Maar hier zit nu een punt. Er staat nu 3, 2 voor haar. Het is de ronde 6. En zij mag kiezen of ze gaat ruilen of houden. Oké. 3, 2, 1, go. Jij hebt weer een punt. ik wou ook maar. Hij zegt, yeah. Mijn is dat echt gewoon zo erop. Dat is echt heel gaaf. En die van mij zat er zo in. Die van mij zat gewoon zo echt in. Zo pas. Dus je weer een punt. Nu staat het 4-2. Zo, dat is echt veel. Nu komt er rond de 7. De 7. Ik mag kiezen of ik ga ruilen of houden. Ik ga ruilen. 3, 2, 1, go. Huh? Een blokje? Moet je eens kijken wat erin zit? Want weet je nog steeds niet. Jee, ik heb mijn Valentijns nu. Lizzie, jij staat nog steeds voor, hè? Yeah. Ik heb mijn Valentijns. Ik heb een jaar gestaan. Ik heb een via, ik heb een Valentijnskaart en die wordt veel gestuurd met Valentijn. En kijk eens wat erin zit. Wat leuk dingetje. Dat is een luchtballon. Ja, dat is ook heel erg leuk. Mag ik ook kijken. Ik heb een verjaarstaart. Touchkaart. Dus en ik staat de ringtijd. Bij mij is er ook een klein. Dit alleen erin. Maar, en dit leuk in. Echt leuke dingetjes. Heel leuk. En deze kaart. Deze kaart past er ook wel bij. Kijk. Deze envelop. Met deze kaart. Zie je, het is een beetje dezelfde kleur. Ronde 8. En Lizzie wil? Zul je ruim of houden? Houden. 3, 2, 1, go! Ik heb warm houdingetjes. Is klein. Dit is heel klein. Leuk warm houdingetjes. Nou, ik wil er ook een beetje aan voelen. Ik ga nu eruit pakken. Wacht eens. Als je het beweegt, moet je warm worden. Ja, als het goed is dan wel. Ja. Nee, het wordt nog niet warm, hè? Heel erg warm. Echt zo warm. Maar het is echt lekker. Ja. High five? Gaan we meer? Gaan we zeggen? Oh. Niet meer zeggen. Oké. Het is ronde 9. En nu mag ik kiezen of ik ga houden of ruilen. Ik ga houden. Nou, 3, 2, 1, go! Yay! Jij hebt wat bij Valentijn's hoor. Mag ik deze openmaken? Ik heb een oorbellen en een ketting. Nu heb Lizzie staat weer voor. Ja, Lizzie staat voor. Yay, ik heb hartjes. Maar dit is ook. Echt heel mooi, maar die is mooi. Die is echt mooi. Het zijn oorbellen, ketting. Kijk, ik heb zo. Die is echt heel oorbellen in willen. We gaan nu door naar de laatste ronde. En als ik nu 1 punt heb, hebben we al bijgewonnen. En als Lizzie nu weer 1 punt heeft, dan heb zij gewonnen. Mm-hmm. Dus nu wordt het echt heel spannend. Ik vind het echt spannend. Oké. Okay. Dit ook echt heel spannend worden. Dit is ronde 10. Lizzie mag kiezen of ze gaat ruilen of houden. Houden. Oké. 3, 2, 1, go! Ja! Cool, confetti.
Jij hebt gewonnen. Dus je hebt gewonnen. Ja, ik heb gewonnen. Ik hou mijn eigen Ja, ik heb gewonnen.